Gelderlander, 21 maart 1928. Op de bovenrivier van de Waal trachten nog ongeveer 800 vissers brood te verdienen voor hun gezinnen. Trachten te verdienen, want de verdiensten zijn dikwijls schraal en ontoereikend. Het water in de Waal wordt op ergerlijke wijze verontreinigd met teerafval door Duitse chemische fabrieken. De vrees is gewettigd dat het eertijds bloeiende bedrijf vernietigd zal worden. De zalmvisserij is met meer dan 75% teruggelopen. Wij wonen in huizen van steen, wij rijden op wegen van steen en al die stenen die moeten gebakken worden. 40 steenfabrieken vinden we in het land van Maas en Waal. De klei uit deze rivieren, die voor de steenfabrikage zo geschikt is, wordt eerst met behulp van baggermachines gegraven uit de uiterwaarden en daarna getransporteerd.
Maas en Roerbode, 2 januari 1926. Roermond en omgeving worden vreselijk door de ramp geteisterd. Op de vroege morgen van Nieuwjaarsdag begon het water in de Neerstraat te komen. Nu staan vele straten, waaronder de Vismarkt en de Roerkade, onder water. In de overstroomde woningen is de toestand diep treurig. De meubels drijven door elkaar in de kamers. Laden met inhoud spoelen uit de kasten. Bedden staan in het water dat door de gebroken ruiten naar binnen golft. Hier en daar was de golfslag zo sterk dat men vergeefs de deuren dichtnagelde. Telkens sloegen zij door de druk van het water opnieuw open. Maas en Roerbode, 5 januari 1926. Zondag bezocht Hare Majesteit de Koningin het droevige toneel, het welk de overstroming biedt. Om 1 uur arriveerde Hare Majesteit de Stevensweert ten zuiden van Roermond. Maas en Roerbode, 9 januari 1926. Het water is enigszins gezakt en langzamerhand worden meer woningen bevrijd uit hun vloed. Steeds duidelijker blijkt hoe vreselijk de waterwolf heeft huisgehouden. Hoe hoger het water heeft gestaan, hoe erbarmelijker de toestand. In sommige huizen heeft het meer dan 2 meter hoog gestaan. Van de meubels is haast geen stuk meer heel. Alles is in wanorde door elkaar geworpen. En het geheel is overdekt met een dikke laag vette slib. Verschillende huizen zijn eenvoudig onbewoonbaar geworden. En vele inwoners stonden de eerste uren terneergeslagen en moedeloos op de ruïne hunner kamers neer te zien. Maar weldra begonnen de meesten vol ijver met de reiniging van hun woningen. Een blik op de kaart zegt ons dat de Maas zijn weg door ons land langs alles behalve rechte lijnen vervolgt. Behalve dat de scheepvaart een onnodig lange weg af moet leggen om van één punt naar het andere te gaan, heeft het grillig beloop grote bezwaren voor een regelmatige afvoer van het water. Overstromingen
waren er in de wintermaanden het gevolg van en brachten grote schade toe aan de omwonende landbouwers. De Maas was nu genormaliseerd. Dat wil zeggen, de bochten worden afgesneden door een nieuwe bedding te graven. De Maas en Roerbode, 22 oktober 1925. De stuwen in de Maas vormen samen met de schutsluizen een onderdeel der Maaskanalisatie, waarmee er wordt beoogd de rivier bevaarbaar te maken voor de grote riviervaart. Door de kanalisatie van de Maas wordt het gebied opengelegd als achterland voor de Nederlandse zeehavens en wordt aan handel en nijverheid een nieuwe verkeersweg geboden. Maas en Roerbode, 28 oktober 1927. Met het doorvaren van een oranje lint heeft Hare Majesteit de Koningin het Maas-Waalkanaal geopend. Is dit kanaal een kranig stuk werk van voortreffelijke ingenieurstechniek, waardoor ons land met een in alle opzichten goed geroutineerd waterwerk is verrijkt? Ook de economische gevolgen, vooral voor de provincie Limburg, zijn van niet te schatten waarde. Amsterdam riep al tientallen jaren om de verbetering van de verbinding tussen zijn zeehaven en de Rijn. Immers, het zee en het binnenschip geven elkaar hier de goederen over. Maar de weg tussen Amsterdam en de Rijnhavens was lang en vol hindernissen. Hij moest grondig worden gemoderniseerd. Het bestaande Merwedekanaal werd daartoe gedeeltelijk verbreed, gedeeltelijk vervangen door een nieuw kanaal van Utrecht naar Tiel, waar het in de Waal uitmondt. Het eerste grote werk bij het bouwen van een sluis is het maken van een bouwput. En zo ziet de bewapening van de sluisvloer eruit voordat met betonstorten begonnen wordt. Die vloer wordt 2,30 meter dik. Het belangrijkste deel van een sluis zijn de deuren. Deze sluis krijgt er 4 stel, waaronder een hefdeur van 200.000 kilo aan de Waalzijde. De schipper op weg naar Amsterdam hoeft niet meer de oude omweg over Gorkum te maken. Hij kan zijn goederen nu 20 uur eerder afleveren. In Tiel ziet hij op de rechteroever de toegangspoort tot het modernste scheepvaartkanaal van Europa, het Amsterdam-Rijnkanaal, waarvan Nederland nieuwe welvaart verwacht. Thank you.
Nieuwe Rotterdamse Courant, 26 februari 1929. In verband met de lang aanhoudende vorst ligt de visserij in de rivieren reeds gedurende verschillende weken stil. Maar er is nog een veel ernstiger kwaad dat dreigt als het ijs gaat breken en de zware schollen de stromen zullen komen afzakken. Als zich een ijsdam vormt, als het ijs gaat kruien, dan zal het daar op onze kilometerslange dijken geducht spannen. Wakkere mannen zullen dag en nacht klaarstaan om dadelijk daar waar gevaar gaat dreigen krachtig in te grijpen. Tot de taak der ijsbrekers behoort niet alleen het graven van een geul, maar ook het vermorzelen van grote ijsschotsen die anders te veel gevaar voor bruggen en schepen zouden opleveren. Vaderland, 20 juli 1928. De snelle groei van Rotterdam, de grote opkomst van onze stad als wereldhaven, de behoefte aan arbeidskracht in het havenbedrijf deden het aantal inwoners met tienduizenden toenemen. In 1850 was het aantal inwoners deze stad 90.000. En nu, in 1928, is dit cijfer gestegen tot 550.000. De laatste jaren zijn vele werken ter hand genomen. Het havencomplex aan de rechter Maasoever, de verhoging van de Willemsbrug en de modernisering van de Koninginnenbrug. Ook voor de binnenvaart kunnen gunstige uitkomsten worden vermeld. Voor de Rijnvaart werden zeer veel schepen vereist. Daarnaast heeft grotere bedrijvigheid aan de scheepswerven het hare gedaan om het beeld van de haven te verlevendigen. Thank you.
Daar is fijn, jongen. Alsof de natuur het wist, een sluier van nevel verbergt haar groot verdriet. De Gelderlander, 18 november 1933. Noord en Zuid verbonden. Vier woorden voor een voor het ganse land betekenisvolle gebeurtenis. De opening van de geweldige brug voor gewoon verkeer over de Waal bij Zaltbommel. Voor het toerisme en elke andere vorm van verkeer, voor handel en industrie, een daad van grote betekenis. Twee gebiedsdelen van ons land, van elkander gescheiden door een brede strook van water, zijn thans aaneengesmeed door een prachtig stuk Nederlands ingenieurswerk.
de Drecht en de Canada. De Cosmos 5 van Stroom naar Pernis. 18.000 ton en de Europa Metals. Mei 1945. Nederland ging de bevrijding in met een volslagen lamgelegd verkeersapparaat als gevolg van de vernielingen aan bruggen en wegen. De spoorbrug over het Holland Diep, de langste brug van Europa, telde 14 overspanningsbogen. Slechts 4 hiervan bleven gespaard. De Moerdijk verkeersbrug verloor 4 overspanningen van de 10 waaruit zij bestond. Dringend noodzakelijk was natuurlijk een spoedig herstel van de beide Moerdijkbruggen, omdat deze belangrijke verkeersschakel tussen Noord en Zuid niet gemist kon worden. Dit werk begon met het lichten van de wrakstukken, waarvan de bruikbare delen werden weggevaren, om later voor de reconstructie weer gebruikt te worden. December 1945. Op deze oudejaarsdag, slechts een goed half jaar na de bevrijding, kon de wegverbinding over het Holland Diep hersteld worden. Al deze stukken tezamen legden de weg open naar het zonnige zuiden, naar Brabant, naar België, naar Frankrijk. Ha ha ha.
Ik heb 150 ton steenslag van Wessel naar de Wieland voor 390. De lading naar Rotterdam. 200 ton grind naar Dokkum. 413. Nog meer, liefhebbers? 280. De Kool in Hamburg. Kool in Hamburg. Ja. Ja, we moeten zien, vielleicht Ladung van Hamburg, ne? Weet nog niet wat los is. Dina heeft gekostet 370 ton piekijzer van de Roerenlijn. Maar Hees. Maar Hees. Stijn. Maar Stijn. 314. En Helder. Helder, NRC Handelsblad, 23 december 1993. Het hoge water in de Maas heeft vanmiddag Midden-Limburg bereikt. Het wassende water zal ook de komende dagen nog voor veel problemen zorgen in andere riviergebieden van Nederland. In Venlo zijn vandaag enkele honderden mensen geëvacueerd. Koningin Beatrix heeft een bezoek gebracht aan het getroffen gebied. Volkskrant, 25 januari 1995. Limburg moet er ernstig rekening mee houden dat de Maas opnieuw woningen zal binnenstromen.
NRC Handelsblad, 11 februari 1993. De containervaart maakt een opmerkelijke groei door. Ruim 1/3 van het containervervoer tussen Rotterdam en Duitsland gebeurt per schip. Immers, de vaarwegen hebben geen last van files. En de kosten zijn lager dan vervoer over de weg of per spoor. Rotterdams Dagblad, 31 december 1994. 1994 is een topjaar voor de Rotterdamse haven geworden. Bijna 300 miljoen ton aan lading werd aan en afgevoerd. De grootste groei zat in de overslag van ertsen en schroot en van containers. Volkskrant, 20 juni 2006. Het kabinet komt met plannen om de rivieren meer de ruimte te geven. En daarmee moet Nederland veiliger gemaakt worden voor een nattere en warmere toekomst. De maatregelen moeten waterrampen als in 1993 en 1995 voorkomen. Dijken worden verzwaard en verlegd, uiterwaarden verdiept en er zullen zogenaamde overloopgebieden worden gecreëerd. Gebied langs de rivier aangewezen om bij hoogwater onder te lopen. 150 huizen zullen worden gesloopt en de bewoners zullen moeten vertrekken. Borgharen 4100, 4100, min 74. Belfeld 1295, min 27. En graven beneden de sluis 571, min 54. De scheepvaart op de Waal boven Nijmegen is in de komende nacht niet gestremd.